We zijn alweer toegekomen aan het derde gerechtje voor ons gastenbar kerstmenu voor thuis. Vandaag de beurt aan het tweede tussengerechtje, de kabeljauw. Nou, we gaan een gerechtje maken van kabeljauw, wat je ook weer in goede, mooie stappen kan voorbereiden, zodat je op de dag zelf gewoon relaxen kan, niet te veel stress en geen kerstruzie krijgt thuis. We gebruiken een hele mooie kabeljauw hiervoor. Nou, we gaan het weer stap voor stap doen. Heel veel succes en tot zo. Het is belangrijk dat die boter op kamertemperatuur is, maar het liefst nog wat kouder. Want dan kun je hem wat beter mengen, gaat hij niet te snel smelten. Nou, wij gaan hem zo meteen een beetje uitrollen en dan in de vriezer. Je kan hem ook gewoon zo meteen in een lepel en een beetje plat drukken op de vis. Dus dat maakt niet zoveel uit. Kan je ook weer van tevoren maken, maar als je het op de vis gaat doen, van tevoren even uit de koelkast weer. Vis is in de oven, die is bijna klaar. De spinazie is lekker aangesmoord met de paddenstoeltjes, charlotte en knoflook. Klassieke combinatie. En ik heb een beurre blanc saus erbij gemaakt. Ja, dat is eigenlijk een saus die we in de professionele keuken heel vaak gebruiken. Denk je nou, dat is te ingewikkeld? Dan kan je misschien gewoon een beetje de boter gebruiken van het bakvocht. Daar een beetje kruiden in doen, een beetje azijn, een beetje mosterd. Maak je een beetje een mosterdjus. Of je belt naar een bevriende restaurant en vraagt, mag ik een beetje beurre blanc voor je lenen? Doen ze ook graag. Zie je, in een paar stappen hebben we weer een fantastisch gerechtje gemaakt waar je je gasten helemaal plat mee gaat maken. Kabeljauw met een korstje van peterselie, roergebakken spinazie met wat taugé en paddenstoel en een hele mooie romige beurre blanc saus. Genieten! Eet smakelijk!